mooier, Ronald? Die liefde van je kind? Dat is mooi. Ja. Huh? Ja, dat is mooi. Je bent emotioneel, hè? Ja, tuurlijk. Er stond natuurlijk best wel druk op deze week. Je speelt hem in je eigen huis, 75 jaar. Dan ben je favoriet. Maar dat moet je het ook laten zien. En dan zit je in een zware pool. Je krijgt zware tegenstanders. Ja, die wijze zoals die gasten gespeeld hebben. Je hebt zelf gezien in die wedstrijden. Er was geen zwakke tegenstander. En als je zo boven de rest kan uitstijgen. Maar vandaag ook voor ons is spannend, 5-0. Maar ja, voor de neutrale toeschouwer is het wat minder spannend. Dat wil zeggen dat we echt veel beter waren dan hun. En dat, ja, dat is klasse. Als je zo'n ploeg hebt, ook met die mix met jonge gasten. Ik bedoel, vandaag staat een 16-jarige jongen die gewoon net zo hard meedoet als de rest. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Iedereen die honkbal volgt kent het verhaal van Orlando Intema. Vorig jaar een tumor afwezig toen jullie de beker ook wonnen. Ja. Laat je hem bewust nu 9 innings staan, ook wat er vorig jaar gebeurd is? Ik heb getwijfeld of ik hem een publiekswissel moest geven. Maar ik denk, laten we maar eerst winnen. En als hij zo staat te gooien, dan krijgt hij zijn applaus toch wel. En dat heeft hij gehad. En als hij dan ook nog beste werper van het toernooi wordt, ja, deed me wat, ja. Neptunus wordt vaak kampioen. Neptunus wordt nu voor de tweede keer op rij ook Europees kampioen. Wat is nou mooier, de landskampioenschap, het landskampioenschap of de Europese titel? Vorig jaar was voor mij de titel belangrijker, omdat ik Europees wel succes heb gehad, maar landskampioen nooit gehaald. Voor de ploeg had ik het idee dat ze voornamelijk Europees wilden presteren. En dit jaar willen we gewoon alles pakken. Een topjaar, we hebben een topploeg. We kennen elkaar nu door en door. Vorig jaar was het toch allemaal nieuw, ook een paar nieuwe gezichten, een nieuwe coach. En nu spelen we zo hecht, we hebben één groep dat we gewoon gezegd hebben, fuck it, we gaan alles winnen. Maar je bent nog droog, de coach wordt meestal nat gaat winnen, gaat dat wennen? Nou ja, ik ben drijfnat, volgens mij loop ik weer een longsteking op, maar dat geeft niet, het is het waard.